Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe random facecam hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Ik upload deze serie één keer per week en wat we in deze serie doen is ik ga met mijn ogen dicht de clash aanmaken op Call of Duty 4, op Modern Warfare 2, op Modern Warfare 3, op Black Ops 1, steeds een andere Call of Duty tussendoor. En we gaan vandaag dus eerst even het primary wapen kiezen. Mocht je deze serie nou vaker willen zien mensen, geef dan even een duimpje omhoog, bij de 800 likes komt deze serie vaker op mijn kanaal. En we gaan eens even kijken, wat hebben we, een M60, oh jippie-jajee. Een M60 met een mooie Red Tiger camo erop. Secondary even pakken, 3, 2, 1, klik. Hoppatee, nog even een attachment natuurlijk, zo. Special grenade. Klik, perk 1. Klik, perk 2. Klik. Oh, ik ben allemaal dingen verkeerd aan het inklikken. Wat heb ik nou allemaal ingeklikt? Ik heb mijn perk 1 nog helemaal niet veranderd. Oké, opnieuw. Perk 1. Klik, perk 2. Oh. Huh? Ik heb nog steeds die RPG. Ik heb net perk 1 veranderd. Dan ben ik alweer mijn goal. Hup, opnieuw. Perk 1. Nou, ik heb dus de RPG gekregen. Voor de 10.000 keer achter elkaar op een of andere manier. Perk 2. Overkill. Oh, chill, overkill. En perk 3. Klik. Oké, we hebben overkill gekregen. Dus laat in, we mogen nog een keertje een secondary wapen kiezen ook. Want dat is natuurlijk nu ook een primary wapen. Want door overkill kan je twee primary wapens meenemen. Dus die ga ik even pakken. Het is een assault rifle. En welke assault rifle is het? Dat zien we nu. Een M4 Carbine, nice. Dan hebben we een F60 en een M4 Carbine. En dan gaan we nu een free-for-all potje joinen. Gaan we proberen te winnen. Geen playing game alsjeblieft. 3, 2, 1. En we zitten in één eigen room. Nou, dan gaan we nu wachten tot er mensen in zitten. Het is een redelijk chille class. Overkill hebben we aanstaan, waardoor we dus twee primary wapens hebben. En waarschijnlijk ga ik alleen maar schieten met de M4. Want de M60 heeft veel te veel recoil. We hebben twee RPG's aanstaan die we dus ook kunnen gaan gebruiken. En we hebben Iron Lungs waar je helemaal niks aan hebt. Want het staat alleen bij Longer Breath for Steadier Sniper Shots. Hebben we een sniper aanstaan? Nee. Wat hebben we dan aan Iron Lungs? Niks. Dus dat is gewoon een overbodige perk. We hebben een frag grenade en een smoke aanstaan. En we gaan gewoon even kijken wat we hier kunnen gaan verrichten. Dus als er nou even mensen joinen, gaat het potje beginnen. En dan kunnen we proberen het potje te winnen. Free vooral op Call of Duty 4 gaat tot de 25 kills. Niet tot de 30 zoals normaal gesproken. En er zit een hacker in. Uh-oh. Jongens. Oké. Er zit een hacker in. Wat we gaan proberen is, als het goed is ben ik de host van deze room, niet de hacker. Dus de hacker kan waarschijnlijk niks. Maar waarschijnlijk gaat hij mijn host overnemen, waardoor hij dus kan gaan hacken. En we gaan gewoon kijken of we van die hacker kunnen gaan winnen. Kom maar op. Chairs X is de hacker. Want hij heeft iMod in zijn Clantic staan en hij heeft geen level. En we pakken de M4 natuurlijk, want die M60 gaat hier mooi niet werken. Want die zijn allemaal kleine omgevingetjes. We mogen geen wapens van de grond te pakken en we moeten gewoon een potje gaan winnen. Deze vent die gaat al niet dood op het thee. Oké, dan rennen we weer snel weg, want ze weten nu al waar ik loop. Dan ren ik hier gewoon over het plantje heen. Gooi ik even smoke achter me, zodat ze niet meer kunnen kijken als ze daar via komen. En dan gaan we gewoon nu hierheen lopen. Dit is de handigste plek om heen en weer te gaan rennen bij de containers. Want als het goed is, spant iedereen daar ook. En we moeten gewoon zorgen dat we de UAV halen. UAV is de 3 kills natuurlijk, net zoals in elke andere Call of Duty. En je hebt altijd standaard streaks aanstaan in deze Call of Duty en... Dat zijn de UAV, de airstrike en de attack helikopter. Dus je moet gewoon de UAV halen, dan weet je waar de enemies lopen. En daarnaast moet je daarna gewoon de attack helikopter en de airstrike halen. En dan, huppatee. Dan kan je ze als het goed is dat allemaal op een kop gooien. Maar het punt is nu, niemand komt naar mij toe. En ik wil niet te lang blijven staan hier, hoor. Maar ik wil wel eventjes die UAV halen. Die hacker, die kan niet hacken omdat ik de host van deze room ben. Dus dat is mooi. En dan kan hij in ieder geval niks doen, die kutmogol. Ik hou er nooit zo van als mensen hacken. Want het enige wat ze doen met die klote hacks is het hele spel verneuken voor alle mensen die nog gewoon normaal willen spelen. Dus als je nou een hacker bent en je kijkt hierna, stop ermee. Haal je hack van je PlayStation af of van je computer af. Of weet ik van waarop je speelt. En speel het spel gewoon lekker normaal. Dat is veel leuker om te doen. En dan hou je het ook gewoon leuk voor alle andere mensen die het normaal willen spelen. Nee, niet meer killen alsjeblieft. Wat? Oh joh, die vent ging niet dood. Ik zei die M60 is slap. En je ziet hier het bewijs. M60 is een kutwapen om te gebruiken in Call of Duty 4. Jij staat daar prachtig te campen, man. De RPD daarnaast is een heel sterk light machine gun om te gebruiken. En die vent, die camper, die heeft die light machine gun, die RPD. Dus die pakt wel iedereen. Maar ik kan niemand pakken met die M60, omdat het ding echt gewoon te slap is. Maar ik sta voor het moment, dus ik kan hem wel gewoon even gaan gebruiken. Die camper die moet dood daarom, want zometeen heb je hier namelijk een helikopter. Dus ik ga even naar hem toe. Oh, in mijn rug loopt er ook een. Oh shit, dat is een M1014 gozer. Martidom, waar zit je M1014? Oh shit. Ah, ik weet niet waar die is. Daar zit er wel in te campen, maar ik moet de M4 pakken, want die M60 kan niet op afstand. Oh fuck. Oh shit, ik ben dood. Ik ben dood, weg hier. Ah, ik ben de deur in. Oké, we zijn de deur in. Ik ging hem even bijna dood, hè. Hier loopt die MT-14. Ja, je bent een lul. Dan staat daar dus heen, helemaal achterin te campen. 3, 2, 1. Die kan ik niet raken. Dan ga ik hier naar deze camper toe. 3, 2, 1. Oh shit, hij zit nu daar, man. Wat een fucking dildo. Ik ga hem net op zijn kop gooien. Nee. Lul, waarom kill je me nou, man? Ik wil die camper voor jou killen.
Ik heb nu wel die vent gekillt die net mij probeerde te killen. Die vent is ook gekillt. En dan moet ik nu deze vent hebben. 3, 2, 1. MT14. Jammer. Oké, okay, de campers zijn dood, Hiro. Nu gaan wij even zijn campspot overnemen. Want dat was best wel een mooie spot. Want dan heb ik namelijk een UAV. En die wil ik wel even halen. Dus ik blijf er even zitten. Komt er een aanrennen. MT14 vent natuurlijk weer. Waarom ook niet, joh? Die komt de hele tijd aanrennen, Hiro. En oh, heeft hij me nog gekillt ook. Oh my god. Dit vind ik niet meer leuk. We moeten door blijven gaan, Hiro. We moeten dit potje winnen. Het is een heel erg moeilijk potje om te spelen. Want er zit dus eentje dat camp met zijn RPD. Zit er eentje met een fucking MT14 te schieten. Die echt gewoon een one-shot wel kill heb op best wel lange afstanden. En er zit er dus eentje in. Die gewoon normaal speelt. Dus het is een beetje een rare lobby hier, hoe iedereen speelt. Maar ja, daar moet je mee leren leven. Als ik gewoon even die attack helikopter haal. Dus 7 gun streak. Dan kunnen we wel gewoon mooi dit potje winnen. Maar ja, dan moeten we wel even oppassen voor die campers. Want die killen jou natuurlijk heel erg gemakkelijk. Omdat ze natuurlijk gewoon voordeel hebben bij een headcliff spot. Of bij wat voor spotjes ze ook staan. En iedereen zat altijd te zeuren van, ja, iedereen zit altijd de headglitch in Call of Duty. Maar je ziet het, ze maken headglitches er ook gewoon expres in verschillende Call of Duty's. Ze doen expres headglitches in het spel, omdat gewoon iedereen het ook gewoon gebruikt. En Call of Duty 4 is een van de eerste Call of Duty's die vaak gespeeld werd. En je ziet het, overal, elk tonnetje dat hier ook maar staat, is een headglitch. Elk muurtje dat hier maar is, is een headglitch. Alles is een headglitch. Dus het punt is, daar moet je gebruik van maken ook. Als je niet headglitch in Call of Duty, daar ben je echt gewoon heel dom bezig. Want iedereen doet het. En ik hoor ook altijd iedereen zeuren als ik gewoon met vrienden speel in een party. Hoor ik iedereen altijd zeuren. Ja, er stond weer iemand de headglitch. Ja, hij heeft weer me gekillt terwijl ik hem helemaal niet zag staan. En gebruik dan zelf ook gewoon die headglitch spotjes. Want Call of Duty maakt het er expres in, zodat mensen erachter kunnen gaan staan. En waarom maken ze het er expres in? Zodat je erachter kan gaan staan. En als je daar niet van profiteert dan, dan is het dus je eigen schuld dat je doodgaat door headglitchers. Want je kan er zelf ook gewoon achter gaan staan. Dus doe het dan ook gewoon. Ga het niet te veel doen. Dus ga niet campen achter een headcliff. Want dat is natuurlijk niet meer leuk voor je tegenstanders. Maar als je gewoon rond gaat lopen en je staat er heel eventjes achter. Eventjes dekking zoeken. Eventjes kijken waar de enemies lopen. Dan mag het ook gewoon. Want dan is het legaal om te doen. Ik hou het daar wel. Dan is het legaal om te doen. En dingen die legaal zijn om te doen, die mag je doen. En we staan op dit moment eerst op de eerste plek natuurlijk. Want anders sta je ook geen eerste. En we moeten even door blijven gaan. Nu mijn helikopter zit in de lucht. Iemand anders heeft ook een airstrike. Dus die haalt zo meteen ook als het goed zijn helikopter. Als die door blijft gaan dan. En we moeten dit potje winnen. Dus mijn helikopter moet even werk gaan verrichten. Ja, goed zo, helikopter. En dan kunnen we dit potje winnen. Hier, dat spant er eentje. Die gaan we even proberen te pakken. Kom maar via het midden. Kom maar, kom maar, kom maar. Ah, hij zit daar, die lul. Ja, daar komt hij aan. Alsjeblieft. Hij komt beter helemaal via achterlopen. Maar ja, die vent was niet zo slim, zoals je kan zien. En weer een airstrike. Fucking hell, dat is al de 10.000 euro. Er komen opeens vet veel airstrikes achter elkaar. Die hacker die kan helemaal niks. Omdat je, als je wil hacken en zo'n modmenu wil doen, moet je de host van de room zijn. Maar ik ben de host van deze game. Dus gelukkig kon hij helemaal niks doen. Maar we kunnen wel eventjes nu het potje winnen. Ik moet nog 2 kills maken. Dus hier loopt er eentje met een M1014 in zijn handen. Die shotgun. En die is dood. En die andere is ook dood. Hoppatee. 25 is mijn eigen score, mensen. Mocht je dit nou leuk hebben, vonden, geef een duimpje omhoog. Call of Duty 4. Een van de beste Call of Duty's die er op dit moment nog steeds is. Het is zo simpel gehouden. De hackers verneuken het natuurlijk een beetje. Maar die hacker was hier ook gewoon het game geliefd. Omdat hij helemaal niks kon. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. Tot die volgende keer. Maar weer. Bye bye.